André Rieu. Overal ter wereld viert u triomfen. En aanstaande vrijdag speelt u voor de koningin, ja. Koningin Beatrix. Wat is dat voor gebeurtenis? Het VVV van Limburg bestaat 125 jaar. Het is het oudste VVV wat er is. Ik geloof dat zij zelfs begonnen zijn. Ik geloof zelfs het oudste van Europa. En om dat te vieren hadden ze gevraagd. Ja, dan moeten we nog een Limburger laten spelen. Dus. Is dat voor het eerst dat u voor de koningin speelt? Ja, de allereerste keer. Hoe komt dat? Hoe dat komt, dat weet ik niet. Nou, u bent wereldberoemd. Ja. Dus dan zou je toch denken, die heeft al een keer voor de koningin gespeeld? Nee, nee. Wel voor de koningin in Engeland. Nee, maar ik denk dat ze elkaar gebeld hebben. U bent eerst in Engeland geweest en toen zei dat moet je doen. Ik denk zoiets. Hoe was het daar eigenlijk? Leuk, ja, dat was leuk. We speelden in... dat was de eerste keer dat ik daar überhaupt in Engeland speelde. En de koningin was daar. En ik heb verteld dat... En dus historisch trouwens dat Queen Victoria... de wals eigenlijk beroemd heeft gemaakt in Engeland. Omdat de wals eerst verboden was... Eerst was het menuet, en dat was een kilometer van elkaar. En toen de wals, was, dan moest je elkaar aanraken. Dus de kerk zei meteen, ho, mocht niet, was verboden. Totdat, je kunt geen wals doen zonder elkaar aan te raken? Nou, een wals heeft u wel eens gewalst. Ik ben bang van niet. Nee, je houdt de mand. Zeg wij straks even heel tegen elkaar aan. Maar op die muziek van jou ja, dan? Ja, ik ga het je helemaal leren. Het gaat helemaal goed komen. Maar goed, Johan Strauss ging naar Londen. En Queen Victoria die was meteen helemaal weg van die wals. En die heeft de hele nacht gewalst. De hele hofhouding lag al onder de tafel, maar zij walste maar door. En daardoor is de wals eigenlijk doorgebroken. Het heeft geleid tot de geboortegolf in Engeland, geloof ik, hè? Die wals. Is het nu zo dat de koningin dan nog zegt, of mensen om haar heen nog zeggen van... nou, doe dit maar niet, of ze is wel dol op dat, of heeft ze nog... Nee, nee. Hè? Ik hoefde alleen maar het programma te zeggen en dat gaan we spelen. Ik heb verder helemaal geen... Dat mag je niet of dat moet je of zo, helemaal niet. En de Engelse koningin? Die ook die, niet. Nee. Die zegt, spreek je die na afloop dan nog? Ja, ja. Ja, dat was ontzettend spannend. We moesten allemaal in een kring op de bühne gaan staan na afloop van de show. En er was doodse stilte. Het hele publiek bleef zitten. We hebben het nooit meegemaakt. Dus Whoopi Goldberg, Lady Gaga, Michael Bublé stonden allemaal braaf te wachten. De koningin kwam naar beneden en heeft ze met iedereen gepraat. En ze zei tegen mij, nice melodies, sir. En wat zei je toen terug? Thank you very much, lady. En dat was het hele... Ja, maar ze moesten ons allemaal nog af. Een van de redenen waarom we u hebben uitgenodigd... Het is omdat er een nieuwe DVD is uitgekomen. Ja. En daar hebben we toen met spanning naar gekeken. En het volgende fragmentje uitgekozen... wat we ook met de kijkers willen delen. Oh, ik ben benieuwd. Wat is dat trouwens voor een ding? Dat is mijn Stradivarius. Mag ik er ook even mee spelen? Vind je het niet erg? Ja, even mee spelen. Wacht even. Kijken of er een beetje klap achter zit, hè? Papa! Ja, er zit wel slag in deze, hè? Ja, dat was nog in de tijd dat je gewoon de Stradivarius... niet ergens bij de bank lag, hè, geloof ik. Ja, dat klopt, ja. Wat is de relatie met André vandaag? Oh, ik vind hem een fantastische artiest. Heb ik altijd gevonden, vooral zijn stem. Hij heeft een weergaloos mooie stem. Hij heeft dan ook... Die foto heeft hij het dorp gezongen. Op mijn persoonlijke wens. En ja, het was ontzettend mooi. Maar jullie zijn bevriend geraakt in de loop der tijd. Nou, bevriend. Ik weet niet of ik hem mijn vriend kan noemen... Dat moeten we hem vragen, maar ik vind het ontzettend fijn om met hem op de bühne te staan. Maar je komt elkaar denk ik niet vaak tegen, of nee, wel? Nee, maar met sommige mensen klikt het gewoon meteen. En dat was met hem zeker. Ja. Hij was de eerste afspraak die we hierover hadden was in Amsterdam. En we zaten zo te zeggen, nou, dan moet je wel komen repeteren. Weet u hoe ver Maastricht is? En zo van, ja, het dakje. En toen is hij toch gekomen, is hij 5 dagen gebleven. Gewoon omdat hij het zo gezellig vond. Ja. Laten we praten over, want dit is natuurlijk leuk. Wij kennen allemaal André van Duin, maar je verovert de hele wereld. Met veel plezier, in ieder geval veel plezier bij de hele wereld. Daar hebben we wat beelden van, laten we er even naar kijken. Ladies and gentlemen, Radio City Music Hall in New York proudly presents André Rieu. Welcome to our concert in the world famous Radio City Music Hall in the most famous city of the whole world, in New York. Here
sales geïnteresseerd in Australië, Melbourne. With $6 million spent transforming Telstra Dome into a Viennese palace. At 125 meters wide, 34 meters high, weighing in at 700 tons, this concert roadshow is the biggest in the world. La, 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 la. Ja, dat is het. Ja, perfect. Dat moet ik hebben. Ja, we willen het ook even hebben over een minder leuke kant van al deze fantastische shows met die prachtige decors, namelijk dat het een hoop geld kost. Ja. En de vorige keer dat je hier was, toen zei je alweer, ja, erg veel aan overhouden doe ik niet. Nee, maar toen later bleek, zagen we in een artikel in Telegraaf, dat het maar liefst 23 miljoen tekort opleverde. Nee, geen tekort. Nee, dat had het gekost. Dat had het gekost. Ja, maar ja, goed. Ja. En dat moest nog ergens vandaan komen. Ja. Ja. En toen heb je een paar bankiers uitgenodigd. Ja. En waren die enthousiast over die cijfers? Die waren heel enthousiast over wat ik deed. Nou, we hadden de cijfers waren... Ja. Nee, het was gewoon een beetje uit de hand gelopen allemaal. Ja. Dat was duidelijk. Het had eigenlijk gewoon mis kunnen gaan, toch? Ja, het had ook mis kunnen gaan. Ja. Ja. Maar het is niet misgegaan. Nee. Wat is er dan voor een sfeer? Want je zit met een gat van 23 miljoen, wat je maar weer terug moet verdienen, wat je investeert, omdat je het zo fantastisch en zo professioneel wil doen. Ja. Maar de vraag is nog maar even of het allemaal gaat lukken. Dan... Nee, dat was niet de vraag. Nee, nee, want het lukte. Ja, ja. Ik bedoel, ja dat, als ik ga, dan lukt het ook. Ja, goed, maar dat geld moest wel terugverdienen. Het was wel nog even risico, want... Australië waren allemaal open airs. Kijk. En iedereen denkt, och, de zon schijnt altijd in Australië. Behalve toen wij kwamen natuurlijk. Nee, het was allemaal net goed gegaan. Dus, ja. Maar je hebt daar nog wel wat voor moeten... je hebt je viool als onderpand moeten geven. Ja, begrepen alles. De Stradivarius. Ja, wat is alles? Ja, alles wat ik heb. Noem nog eens, is dat een auto, de gordijnen? Zeg maar, ja, alle panden, studio, het kasteel. Ja, dan alles. Is het dus echt een serieuze kwestie, toch? Ja, was het ook. Ja, dat was heel serieus. We hebben tafel was iets groter dan deze, een hele dag. Bijna 12 uur lang samen naar geld gezocht. Want je kon ook niet meer terug. Nee, nee. En dat vond ik zo fijn in dat gesprek. Dat we samen... We gaan door. Ik bedoel, ze hadden ook kunnen zeggen... Okay, dan trekken we de stekker eruit. En dan had niemand wat gehad. Dus we gingen gewoon door. En heb je dan nu het gevoel... Dit, nou ja, weet je, dit was zo gevaarlijk. Dit ga ik niet nog een keer doen. Nee, precies. Ik doe het niet meer. Nee? Nee, dat... Maar nee, wat doe je dan ook... precies niet meer? Want... Zo'n risico lopen. Ja, maar en wat moet je dan laten om dat risico te vermijden? Kastelen... Geen kastelen bouwen. Laten liggen. Nee, want ze liggen nou in een grote loods... Mm-hmm. te wachten tot ze weer een keer eruit mogen. Maar neem je ze bijvoorbeeld mee naar Zuid-Afrika? Nee. We gaan nu gewoon met de kleine set. We reizen maar met 110 man. En, Ja, want dit was met 500 man. Dus een drummer, een gitaar, ben jij klaar? Nee, maar gewoon zoals je een gewone set. Gewoon, dus gewoon het hele orkest. Want wat ligt er nu al ingescheept in het schip op weg naar Zuid-Afrika? Dat zijn de decors? Ik denk een stuk of 12 containers of zo. Maar dit waren er 220. Ja. Dat is een beetje meer. Ja. Maar goed, die zijn nog wel van jou. Dus die kun je altijd eens een keer inzetten. Ja, voor en ze zijn afgeschreven. En daarom was ook het resultaat zo slecht het vorig jaar. Ja. Snap je? Ja. Dus, nu las ik ook dat je naar de Noordpool gaat. Ja. Is dat echt serieus? Ja, dat is echt serieus. Maar is dat omdat er geen andere plekken in de wereld meer te vinden zijn... dat je daar naartoe moet uitwijken? Nee, dat was gewoon... Iemand stuurde mij een mail. Vind je het leuk om... Ik organiseer reizen naar de Noordpool. Mm-hmm. Lijkt me leuk dat je daar een concert geeft. En... Voor wie? Ja, twee vertaalde penguins. Er zijn rijke mensen die betalen €45.000... en dan kunnen ze even op de Noordpool en gaan ze weer terug. Dat was het idee om dan met mijn naam reclame te maken, zei ik nou... Ik vind het idee heel leuk, maar niet op die manier. Mm-hmm. Dus nu zijn we aan het zoeken naar mensen die dat betalen. En het idee daarachter is om aan te tonen dat de Noordpool van iedereen is. Want ik wil dus met het orkest gaan. Geen decor, helemaal niks. Gewoon alleen wij. Op dat ijs? Ja, rond de Noordpool. En de muzikanten met wie we spelen zijn de mensen die rond de Noordpool wonen. De Inuits en de Laplanders. Daar zijn we ook aan mee bezig om die mensen, de muzikanten uit die volkeren... te zoeken. En het publiek, dat zijn een koppel van, zeg maar, alle volkeren van de wereld. Maar niet allemaal natuurlijk, maar
om aan te tonen dat de Noordpool van ons allemaal is. En zit daar dan ook nog een soort politieke gedachte achter over klimaat of over dat soort dingen? Ook wel, ja. Ja? Ja. En dat is? Nou, dat het streven we een beetje op moeten passen allemaal. Ja. 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 Nu we toch met politiek bezig zijn, dan zag je op het afscheid van Geert Leers in beeld. Ja. Laten we even kijken. Lieve vanmiddag op het vleetveld van Zürich landen, moest ik direct aan die denken. Want de wet wie het vleetveld van Zürich het. Ja, precies, kloten. Was je echt boos, ook net als veel anderen, dat Geert Leers op deze manier het terrein moest verlaten? Ja. Want heeft hij veel betekend voor je? Ja, zeker. Niet alleen voor mij, maar voor helemaal Maastricht. Ik bedoel, door zijn doortastendheid hebben wij die concert op het Vrijthof, die traditie kunnen beginnen. En ja, dat is uitgegroeid tot een gigantisch evenement voor Maastricht. Ben je dat niet aan het nabouwen ook? Dat las ik dat niet ergens? Ja, dat klopt. Het Vrijthof? Ja, dat klopt, ja. Ja, maar de bank weet het, hoor. Oh, daar hadden we niet over moeten. En wat is dan de bedoeling? Dat je met het Vrijthof ook naar Japan gaat? Nee, helemaal. Het is zo. We zijn begonnen met 3 concerten, toen 5. Dit jaar zijn het er 8. Ja. En toen zei mijn vrouw, ja, je hebt toch altijd geluk met het weer, maar bij 8... zou het wel eens een keer heel erg kunnen regenen, dan kan het niet doorgaan. Moet je niet in uitwijk. Ja. Dus dan gaan we naar het MEC. Dat is een hele grote hal, net zo groot als Vrijthof. En om het een beetje leuk te maken, bouwen we het Vrijthof na in het MEC. Juist. En dan moet daar de Stradivarius niet voor in onderpand worden gegeven? Nee. Dat is allemaal veel minder. Is het toch zo dat je op een gegeven moment... Heb je niet op een gegeven moment alles gewoon gedaan? Als je het zo verschrikkelijk groot doet, zoals jij bent. Ja, de Noordpool. Nou ja, maar goed, dat staat al nu op. Dat is helemaal niks. Dat een paar ijsberen die daar rondlopen. Ja. Verder. Ja, maar daarom is het nog niet normaal dat je daar met een hele orkest gaat optreden. Nee, maar het hoeft toch niet normaal te zijn wat ik doe? De maan? De maan, ja. Ja, ja hoezo dat de maan? Dat vind ik nou echt spannend, ja. Ja? Nee, maar we hoorden dat je contact... Richard Branson is een zakenman die ook helemaal dol is op nou, net als jij eigenlijk, op gekke dingen. Ja. Want jullie kennen elkaar goed, of niet? Nee, maar we gaan wel met elkaar praten daarover. Ja? Over wat dan? Ja, dat hij een zaal bouwt op de maan. Moeten wij vragen? Ja, jullie lachen, maar hij is al met reizen bezig. Hij heeft al heel veel tickets verkocht. Ja. Echt serieus, het vliegtuig moet nog gebouwd worden. Maar André, dan kom jij dus bij zo'n meneer van de Rabobank... en dan zeg je, nou, ik dacht om iets naar de maan te gaan... en daar het Vrijthof nabouwen. Ja. Maar is het serieus of niet? Ja, ik ben daar serieus. Ja, serieus. De Noordpool is ook serieus. Maar dat gaat ook echt gebeuren. Over 5 jaar staat hij er ook. Kijk uit. Zou de Tour de France ook kunnen starten, denk je, vanaf de maan? Nou, volgens mij krijgt hij alles voor elkaar. Dus ik denk dat ook. Nog even terug naar Leers. Ja, ik ook. Er gaan geruchten, niet meer dan dat vooralsnog, dat Leers wel terug wil naar Den Haag om daar een belangrijke rol te spelen. Zou je hem een geschikte minister-president vinden? Ik denk dat hij de enige minister-president is die Nederland nu nodig heeft. En zou, denk je, de man die tegenover je zit dit willen onderstrepen? Ik denk het wel. Ja? Ik heb een grote waardering van Geert Leers. Ik vind het jammer dat hij moest aftreden. Hij is een oud-collega van mij ook. Misschien wel aardig om even te vertellen dat het bericht kwam binnen op een vrijdag. We zaten in de ministerraad. Ik weet niet waar het over ging, maar Piet Hein Donner citeerde ergens uit het Oude Testament. Iemand die sterker is dan zichzelf is... Ja, dat is uw ding, hè? Dit. Ja, dat is uw ding, ja. Dat kunnen we hier niet in vinden, hoor. Iemand die zichzelf overwint is sterker dan hij die een stad inneemt. Dat is een hele bekende uitspreuk of prediker en dergelijke. En toen heb ik Gert Leers... Ik zeg tegen Maxime Verhagen, hij zit naast me, heb jij het telefoonnummer van Gert Leers? Had hij. Heb ik even een sms gestuurd waar ik als een blijk van waardering en bewondering van mijn kant... want ik vind het echt dat hij buitengewoon integer en moedig heeft gehandeld. Daar heb ik hem die tekst mee gegeven. Ik heb een hele mooie, warme sms ook teruggekregen. Ik denk ook dat hij in Den Haag ongetwijfeld een belangrijke rol kan spelen. Of hij minister-president kan worden, daar ga ik niet over. Zou hij het beter doen dan Balkenende? Hallo. Wie niet? Hoor ik u nou zeggen wie niet? Ik hoor hem niet nee zeggen, jij? De minister probeert vragen op ons land.